Zoetbloed. Hoe ontstaat een sprookje? Wat zorgt ervoor dat een verhaal de afstand van generaties overbrugt? Welke ingrediënten zijn belangrijk? Het begint lang, lang geleden als Willem Pieter Visscher in 1873 de Nederlandse loterij wint. 130.000 gulden, een fortuin. Hij is in één klap steenrijk en besluit zijn leven te veranderen. Nee, zo begint het niet. Het begint nog langer geleden. Bij een orgeldraaier en een koordanseres. Cornelis, Johannes Visscher en Pieter Nelletje Luiters. Ze staan op kermissen en markten in het land. Hun zoontje snuift er de geur van poffertjes op. De zoete moleculen vliegen via minuscule haren en gulden reukslijmvlies zijn lichaam binnen en weten door te dringen in zijn bloedbaan. Duizenden en duizenden omwentelingen later is de jongen een man met twee viswinkels. Het klinkt logisch. Een visser die vissen verkoopt. Maar iets moet hem tegenstaan. Is het de geur van schol en tong? Die is overheersend, maar niet onoverwinnelijk. Als Willem Pieter Visscher de loterij wint, verkoopt hij zijn viswinkels en begint een poffertjeskraam in de Haagse dierentuin. Zo begint er suiker door de bloedvaten van de familie Visscher te stromen. Van vader op zoon. Van Willem Pieter op Doris Nicolaas op Petrus Lambertus, die trouwt met Gertruida Smit, dochter van een weduwe met 7 kinderen. Om het hoofd boven water te houden, bakt de weduwe oliebollen in de winter en staat ze in de zomer met een draaimolen op de kermis. De zoete moleculen draaien en wentelen, hotsen en botsen en smelten tenslotte samen. Het beslag wordt dikker en rijker. Het jaar is 1952. Op de Heemraadsingel staat een oliebollenkraam en erachter een woonwagen. Hier bakt Petrus Lambertus bollen in de winternacht. Hij is de kleinzoon van Willem Pieter Visscher en de grootvader van Richard Visscher, die hetzelfde bloed heeft, dezelfde zucht naar zoetigheid. Maar zijn passie is groter dan die van alle voorvaderen bij elkaar. Zijn bol is de beste, de mooiste, de lekkerste. In 2004 oordeelde de jury van de Nationale Oliebollentest dat zijn product te luxueus was, te goed voor een oliebol. En hij eindigde daardoor op de tweede plek. Richard Visscher had zijn bol in een laagje kaneelsuiker geserveerd. Dat smaakt niet alleen geweldig, maar geeft ook een prachtig effect, zegt de oliebollenbakker. En hij vervolgt als een Hollandse meester in de 17e eeuw. Het licht schittert dan in de suiker. Tegenwoordig wordt de kaneelsuiker alleen onder de toonbank geserveerd en is de kraam van Visscher al 15 keer uitgeroepen tot de beste van Nederland. De oliebol maakt hem gelukkig, maar soms ook ontiegelijk chagrijnig. Hij moet perfect zijn. Dat wil zeggen, mooi rond en lekker krokant. Stevig van buiten en zacht van binnen, met een korte afbeet. Meerdere keren per dag snijdt Richard Visscher zijn bollen open om ze te ontleden. De kleur, de geur, de structuur, alles moet kloppen. Het komt voor dat een bol vettig in de rand is. Of dat er te weinig lucht in het beslag zit. Ja, dan ben ik heel humeurig. De oliebollenbakker vertelt over de strijd met het beslag. Dat wordt bereid in een aparte ruimte waar het tropisch warm is. 3 kwartier. Zo lang moet het beslag van Richard Visscher rijzen. Maar als het koud en guur is, rijst het beslag minder goed en moet hij kleinere porties maken. Om het weer buiten te houden, hangen er zeilen aan de voorkant van de kraam en warmtelampen boven het hoofd van Richard Visscher, de heilige van de Heemraadsingel. In de dagen tussen kerst en oud en nieuw staat er een rij van 100 meter en wachten mensen 3 uur lang in de kou. Ooit opende Richard Visscher de klep van zijn kraam en stond er een vrouw voor hem die 1000 oliebollen wilde. Hij was 8 jaar oud toen hij voor het eerst beslag mocht maken van zijn vader. Nico, de zoon van Richard, is 19, maar mag nog steeds geen beslag maken. Ik kan niet zo goed loslaten, bekent de oliebollenbakker. Niet alleen het weer beïnvloedt het beslag, ook de ingrediënten. De rozijnen geven dit jaar veel suiker af, vertelt Richard. Dat maakt de bol donkerder, maar suiker remt ook het rijstproces. Stukjes jonagold en elstar verrijken de smaak, maar de jonagold bevat veel vocht, wat ook niet goed is voor het beslag. Het is koordansen, zoals zijn bedovergrootmoeder deed, en draaien, 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 zoals de orgeldraaier deed. Maar er klinkt geen muziek in de kraam van Richard Visscher. Er is geen radio. Dat gaat ten koste van de concentratie. Het moeilijkste moment voor de man die niet zo goed kan loslaten is het moment
waarop hij het beslag moet loslaten. Waarop het valt in de hete olie van zijn pannen. Beslag heeft zijn eigen wil, zegt hij. Het laat zich niet sturen. En zo heeft elke bol een net iets andere vorm. Voor de smaak maakt het niets uit, zegt Richard. Maar de perfecte bol is rond. Aan elk jaar komt een einde. Maar Richard Visser lukt het nooit om wakker te blijven, tot middernacht. 3 maanden per jaar bakt hij zijn oliebollen, streeft hij naar het hoogst haalbare, dagen van 13-14 uur. 1 keer wilde hij de jaarwisseling meemaken, bij de komst van het nieuwe millennium. De oliebollen stonden op tafel. Maar hij heeft het niet gehaald. Richard Visser sliep de slaap der bakkers. Diep en dankbaar.